Je weet ook niet wat hij doet. Model of zo? Hij is wel knap, hè? Ja, geen uitspraak. Vorige week werd bekendgemaakt wie er namens Nederland deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. In het voorjaar wordt ons land in Israël vertegenwoordigd door Duncan Lawrence. Wie? Ken jij deze man? Ik ken hem niet, nee. Nee? Maar je weet ook niet wat hij doet. Model of zo? Hij is wel knap, hè? Ja, geen uitspraak. Ken jij deze man? Nee. Misschien modellenwerk als je hem zo ziet of zoiets. Ja, acteur of model of zo. Hallo. Hi. Doei. Nee, als mensen niet willen, dan hoeft het ook niet. Kennen jullie deze man? Nee. Nee? Nee? Ja, model, denk ik. Is hij eruit als een model? Ja. Een model, denk ik. Ja, is wel leuk, hè? Ja. Een mooie man. Ja, prima. Ja. Ja hoor, heel zeker. Acteur? Nee, hij is zanger. Ik denk dat hij zanger is. Ja, goed zo. Doe me denken aan Nielsen en hoe heet die andere vent ook weer? Henk Dissel. Oké. Okay. Heeft hij niet meer gedaan aan een zangprogramma? Ja, van het Songfestival, toch? Of kan ja, dat niet? Ja, goed zo. Hij gaat meedoen aan het Songfestival dit jaar. Ja. Goed. Ja, dankjewel. Heeft hij niet meegedaan aan The Voice? Dat weet ik niet. Oh ja. Ik ben het meegedaan aan The Voice, ja. Oh, goed. Jij bent de eerste die hem kent. Na grote namen die de afgelopen jaren deelnamen, zoals Anouk, Ilse de Lange, Waylon en Douwe Bob, is er nu gekozen voor een iets wat onbekendere naam. Maar is het eigenlijk erg? Vind ik op zich eigenlijk wel een goede keer wat anders. Krijgt hij ook kans om wel bekender te worden? Ja, of niet elke keer bekende mensen zijn, vind ik. Dat vind ik wel gaaf. Die bekende Nederlanders die dan meedoen, ja, die ken je al, dus dan is het niet meer, dan weet je al wat ze ongeveer gaan doen en ja. Okay. Misschien dat wel helpt. Iemand die je niet kent, dan hebben niet mensen gelijk vooroordelen en zo. En dat zou misschien wel kunnen werken, maar... Ja, mag wel denk ik een keertje, snap je? Misschien is het wel een hartstikke goed iemand. Je weet het niet. Ja, ik vind dat het wel laat zien aan mensen dat het kansen geeft aan mensen die dus niet al bekend zijn. En dus wel bekend kunnen worden met wat ze doen. Prima, want dan kijk ik toch niet. Ja, nee, ik vond het nummer van Waylon wel cool, maar voor de rest... Hou ik me er niet echt mee bezig. Maar hoe je het ook bent of keert, het Eurovisie Songfestival is altijd een feest op zich. Toch? Ga je kijken? Ja, dat wel, ja. Oh. Tuurlijk. Gaat er wel voor zitten? Ja, dat wel. Ja. En hij ziet er ook leuk uit, dus ja. Daar ga ik zeker voor zitten. Ja, ik keek dat vroeger wel eens, maar nu laat het niet echt meer zoveel. Maar vroeger was het wel gezellig met de familie voor dit buis. Ja, ik vind vorig jaar bijvoorbeeld, ik vind dat ze te veel kijken naar de achtergrond van de mensen en niet echt naar de muziek. Dat vind ik wel jammer, maar voor de rest vind ik het wel echt een heel leuk iets. Je kijkt er wel naar? Ja, 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 zeker. Ga je dan ook stemmen en zo zelf? Nee, dat helaas niet. Gewoon voor de plezier kijken. Ja. Ja, misschien dat ik een keer gedwongen word, maar... Je vindt het niet echt iets wat je voor gaat zitten? Nee, heeft Westlife niet een keer meegedaan? Dat vond ik wel kick. Weet ik niet. Fleetwood Mac of iets in die richting, die vond ik wel kijk. Dat was wel cool. Ja. Ik heb het wel vaak opstaan en dan kijk ik het een beetje. Een beetje op de achtergrond. Ja, precies. Nee, niet de hele avond, maar meestal kijk ik wel even ondertussen welk nummer het is. En dan hou ik het een beetje in de gaten dat ik alleen in Nederland kan zien. Vond jij deze video nou leuk? Geef hem dan een like en volg ons op YouTube en op Instagram via WZHV19.